Yo mensen, hier ben ik weer met een nieuwe video van Mijwerker of Towards. En vandaag zijn we terug in GTA na een paar weekjes Minecraft. En ik ben hier met Rune. Hey, hallo. Vandaag gaan we in het FIP gebouw glitchen. Zoals je ziet, ik sta al op het gebouw. Wat? Ja, ik heb het dan gezegd, hè. Dan ging ik even geen auto kopen. Jezus. Just a second. ik ben helemaal over internet aan het scrollen en hij zegt, ja, ik sta op het FIB-gebouw. Ik denk echt van, ah shit, hoe doe je De glitch, dat gaat dus door dit raampje. We weten niet of dat nog werkt, maar we zijn er vrij zeker van wel. En dan moet je zo je cargo bob, je moet een cargo bob hebben en je moet die er schuin op zetten en dan moet je daar onder rollen. En dan kun je naar beneden. En het is heel cool. Ik heb het ooit eerder gedaan. Dit is eigenlijk een remake van die video. Dat ga ik een paar keer doen met een paar oude video's die remaken. En dit is dus de eerste van die reeks remakes. Deze video heb ik 3 jaar geleden gemaakt. Het is een van mijn eerste video's op GTA Online. En het is gemaakt net na Chromatec zijn video erover heeft gemaakt. Dus ja. Voor te beginnen hebben we een cargo bob nodig. Nu, het probleem is, we hebben allebei geen cargo bob. En dan kunnen we wel zo'n ding gaan stelen. Maar dat is minder leuk dan het gewoon te kopen. Ik heb net een beetje geld gekregen van La GTA. Ja, dus ja man, lekker spenden, lekker bos. Waarstok. Ondertussen ben ik hier gek aan het driften op die regen en nightshirt. Nice. Met een Nightshark drifter lijkt me heel nice. Oké, hier staat de cargo bob. Ik ga niet de dure kopen, want die is veel te duur. Alleen, like, waarvoor betaalt je? Je betaalt 205.000 meer. Nee, dat is hier al goed. Puur voor een livery. En deze livery vind ik nog cooler ook. Dus... Ik ben een verdieping te laag. Hier moet ik zijn. Ja, ripped skills. Het is altijd pijn als je zo 1.7 mil eraf ziet gaan. Hey, Reunen is er. Hey, kom even naar beneden toeren. Ik ga nu even zo'n kut doen, zo heel cool, zoals ik jullie heb uitgelegd in die ene video. Je weet wel, ondertussen mijn slechts bekeken video op mijn kanaal. Omdat ik ook heel veel video's heb opgeruimd. Video's die ik gewoon echt, die gewoon echt slecht van kwaliteit waren, die ook niet veel views hadden. Die heb ik gewoon even verwijderd. Allee, niet verwijderd, gewoon offline gezet, zodat jullie die niet meer kan zien, maar ik wel. Nu daardoor is dus die ene video waarin ik die edit uitleg geef. Mijn slechts bekeken video, maar who cares. Wij gaan even editen, knippen en dan zie je ons wanneer dat we de cargo bob hebben. En dan gaan we de glitch zelf schaar doen. Oké, we zijn terug en Rune heeft ster, politie. Ik heb dus net Rune opgehaald van de grond. We gaan naar het FIB-gebouw vliegen. Nee, wacht, ik ga Lester bellen, ik ga Lester bellen. Oké, ik heb geen idee welk gebouw het is. Eén van deze gebouwen is het ergens. Lester. Het is een gebouw met in het groot FIB erop staan. Ah, hier is het. Lester! Ik had al gedrukt op kruisje hoor, Lester. Remove wanted level, please. Thank you. New white custom snel convert. Oké, ik ga hem aan deze kant doen zo. En dan slow en steady. Gelukkig is de cargo bob heel chill. Misschien je eerst een motor nodig hiervoor. Nee, je moet rollen, hè. Echt zo. Oh. Een beetje naar voren blijkbaar. Moet een motor. Daar werd die cargo net nodig. Maar nee, je moet die zo. Wacht, uitstappen. Kut, hij is kapot. Ja. Oké, maar dan moet je zo en dan moet je normaal zo en dan zo eronder zo rollen. Oké, nee. Ik heb het denk ik kapot gemaakt. Ja! Oh, ik zag het. Kut. Maar ik denk dat hij lager moet staan. Fuck. Wacht, ik heb dat ene up en atomizer. Up en atomizer alleen geraakt. Waarom gaat dat ding niet naar beneden? Nee!
Kutpoep. Ik ben dood. Kut. Kut. Oh, ik zat wel in de cargo, Bob. Oeh, maar misschien kan ik het nog zo en dan zo. Nee, oké. Op naar een nieuwe cargo, Bob. En we gaan ook nog eens even een filmpje kijken om te zien hoe dat precies moet. Ja. Oké. Ik kon mijn... what the fuck? Ik kan mijn ding niet meer besturen, hallo? Oké, het lukt weer. Ik kon mijn... ding niet echt pimpen, ik kon hem alleen groen maken, dus bye, have a great time. Hey, ik kan hem ook wel laten ontploffen, hè? Nee! Ben je daarop geland? Ja! Oké, we hebben een paar filmpjes bekeken en daarbij hebben we besloten dat dit dus gewoon de tactiek is bij Chromotech 3 jaar geleden en bij de laatste video die hierover is gemaakt, echt gewoon 7, 6 maanden geleden of zo. Dus je moet een beetje vooruit. Ja, maar pak gewoon even een oppressor of zo. Fuck. Dat was niet de bedoeling. Oh, maar het is ook donker, ik kan geen poep zien. Oké, dit. Ik heb geen parachute. Ik heb geen parachute. Nee. Oh, dat was heel close. Dat mag dus niet gebeuren, dat is dat naar de zijkant gaat zo. Naar beneden. Oké, zo. Ja, zo moet. Nee, wacht. Nee, wacht. Kom. Ga maar. Fuck. Fuck. Ik was goed, maar toen ging die erover. Ik was perfect. Fuck. Blee. Moet ik weer dat ding bestellen? Peter, dat komt nu een beetje dichterbij. Oh nee, maar nu moet ik ook telkens insurance bellen. Special vehicle is already nearby. Ja, op het dak van een gebouw. Oké, het is no charge, dat is wel chill. Ga even jouw motor af. Dank u. Ik heb ook je krijgt hem op ongeveer zo'n 600 meter verderop. Gaan we een beetje wandelen, dat is gezond. Kijk eens aan. Hé, hey, die guy gaat gewoon even rustig, letterlijk gewoon verder wandelen. Hé, hey, man. Heb ik je geslagen? Nee. Stop it, right now. Ik ga een oppressor halen, joh. Ah ja. Nu kan ik mijn helikopter normaal. Yay. Yay, we zijn echt pro. Waar de fuck staat uw oppressor dan? Oh, in het zijsteegje. Waar staat mijn heli? Ah, oké, daar, oké. Ik kan mijn heli halen. Bye, have a great time. Ik ben op u aan het lokken, what? Ik hoor de lok niet. Ja, even homing off, zo. Kom maar, ik wil doorrijden. Je kan het. Nee, LJT. Nee, kut LJT. Ja, ik ga die business ook gewoon niet defenden. Fuck die hele business. En nu heb je daar zo 500k in steken of zo. Waarschijnlijk, maar who cares? Ik! Ja, nee, nu, maar nu hoor ik de dingen. De pinken. Ja. Oké. Okay. Terug on our way. Ik weet ongeveer hoe dat het mee moet, maar. Eerst moet ik hem goed landen en dan moet ik zorgen dat hij niet explodeert en dan moet het goed zijn. En dan moeten we eronder kunnen rollen, hè, want dat is ook nog een probleem, hè. Ja. Waarom gaat dit ding zo traag omhoog, by the way? Dat is precies een lift, maar dan trager. Ik weet niet waarom ik het dan gewoon vergelijk met een lift.
Daar rest ik het aan de andere kant. Dat is misschien denk ik slimmer, want daar heb ik denk ik meer plaats. Oké, zo. Het wieltje moet op het zwarte gedeelte. Maar ik kan ook geen poep zien omdat het zo donker is. Oké, eerst moet ik hem zo goed krijgen. Zo. Je kan een parachute pakken. Pak die parachute op. En nu heb ik er wel in zin. Ja. Oké, als ik zo doe. En zo sneller uit. Ik ben weer op je aan het plokken. Oké, zo moet het goed zijn. Zo moet het goed zijn. Ja. Ja, het is goed, het is goed. Oké, zo moet het lukken. Zo moet het lukken. Mensen, ik weet even dat die business gaande is, maar... ja. Kom op, zo moet het lukken. Oh, ja, ik ben erin! Rune, ik ben erin! Rune, ik ben erin! Yes! Het werkt nog! GTA is echt gewoon de beste game ooit! Oh, ik dacht dat ze het eruit hadden gehaald. Ik was echt helemaal aan het panikeren. Ik dacht dat ze het eruit hadden gehaald. Oh, maar ik ben er denk ik ingegaan doordat jij er ook lag. Ja, je gaat er ook in. Oké. Je moet proberen verder eronder te komen. Echt gewoon in het midden. Dan kun je er denk ik niet onderuit stappen. Dan ga je er denk ik in. Oh. Oké. Ja? Oké. What the fuck, man? What the fuck is er aan het gebeuren? Oh. Ik dacht echt dat ze dat eruit hadden gehaald. Maar nu heb ik die kakbusiness. Ik ga gewoon ook mijn hele ding gewoon... Waarschijnlijk kan ik dat niet eens zo disbanden, bro. Ik kan dat niet eens disbanden. Wat een poep. Runa, het is echt een poep. Ik zit hier gewoon terug in. Dit is echt wel lijp, hoor. Ik ga een klein beetje rondkijken terwijl Runa er ook probeert in te komen. Nee. Ik weet nog... wacht, is dit... Nee, oké, hier kun je niet ingaan. Ik weet nog dat we eerst hier zijn gaan kijken. En toen kwamen we hierin. Toen hebben we al die stoelen omgestoten. Dat was wel leuk. Gewoon echt alles omgestoten. Gewoon... Nee, dat gaat niet. Dat duwt mij gewoon terug opzij. Ja, maar je moet er goed genoeg in het midden opkomen. Ja, maar ik raak gewoon niet midden. Oh, wat? Ik stond op de tafel. Kan ik op die tafel? Ik kan op die tafel. Kijk mij op deze tafel staan. Wajo? I'm a boss. Ik raak niet eens om. Ja! Ja! Zet je er? Ja, ik ben er hoor. Yes! Oké, Rune is er ook. Rune! Rune! Oké, aan die kant kun je niet zoveel vinden. Maar aan deze kant, hier begint de echte koeligheid. Kun je hierin? Nee, oké. Hier begint de echte koeligheid. Kijk. Oké, hier is het alarm. En dan hier, hè? Is het hier al? Nee, het is hier nog niet. Oké, hier is het FBI, FIB logo. Oh, het is hier nog altijd niet. Wat? Oh, hier is iets. Kunnen we verder gaan nog? Ik denk het niet, maar ik wil even kijken of we verder... Nee, ga weg! Oh, we kunnen nog verder naar beneden. Ik kan nog proberen verder naar beneden te gaan. Ik ga proberen zo ver mogelijk naar beneden. Precies, hetzelfde. Oké. Zo ver mogelijk naar beneden. Hier kun je allemaal er niet uit. Die worden sowieso gedisband of zo. Oké, ik weet niet hoe ver dat dan nog naar beneden. Ja! Oeh. Dit is een of andere klas of zo. Oké, ik ga hier even rondkijken. Hier is niet veel te vinden. Nee, ik ga terug. Hoe ver zet jij? Hier. Je kunt door de hout. Ja, hier is niet zoveel. Maar normaal... Oh ja, wacht. Huh? Hier moet het wel zijn, normaal. Hier zou het moeten zijn. Of het is de bovenste verdieping waar we net waren. Wat moeten we vinden? Brand. Heel veel brand. Ah ja, zo in die story mode. Ja. Ja, dat is de laatste scène. Daar vliegt een helikopter tegen de FIB gebouw. Dus oké, daar ben ik bang van. Dat gaan we niet doen. Ik ga terug naar boven lopen. Ja, jij gaat gewoon in de lift en ik hoop dat je er niet uitgekikt wordt. Het doet niks, oké. Dat is zeer positief dat je er niet uitgekikt bent.
Ik ga nu helemaal terug naar boven wandelen, want ik denk dat we boven, als we verder kunnen lopen, helemaal brand kunnen zien. En anders hebben ze ja, dat eruit. Als ze dat eruit hebben gehaald, dan zou dat echt gewoon niet nice zijn. Vind je daar aan de rat springen, dat zal echt cool zijn. Ja, dan. Hoe zou dat eruit zien voor andere mensen? Oh, dit is. Geen idee. Ineens gewoon zo uit een gesloten. Ik kan naar boven. Wee. Moest ik naar boven gaan? Nee, wacht, dit is waar we vandaan kwamen. Ik weet niet. Ik weet niet meer. Wacht, ik kan hier niet verder naar boven. Dus ik ga gewoon hier, ga ik kijken. Is hier brand? Ja, 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 hier is brand. Ja, yes. Oké, we hebben het teruggevonden. Wauw, joh, kijk hoe vet het is. Oké, ik ga in first person. Ik ga ook even dat ding afzetten, die hut afzetten. Settings, camera. Oh nee, display. Hut of radar of zo. Oh, ho, ho, wacht, kom kijken. Ja, ja, oké. Kijk, dus hier, hè. Dit is het hele coole stuk. Hallo, Rune. Hey. Wajo. Dit is 3 jaar geleden dat ik dit nog heb gezien, zo, hè. En hier is het brandend raam. Ja, het open raam. Ja, ja, ja. Ik weet nog dat ik toen zo er bijna uit was gevallen, zo. Ik toen helemaal bang was dat ik eruit ging vallen. Ah, shit, you. Wajo, kijk, je kunt helemaal Vinewood zien. Dit is wel echt heel vet. Wat is dat? We kijken op down. Ja, we kijken op Vinewood. Daar is Vinewood. Ah ja, gewoon. Ja, ja. Oké, okay, ja, hier kan je niet weg. Verder of zo. Oké, okay, dan moeten we naar beneden, denk ik. Kun je hier onder vallen? Ja, ja. Oké. Okay. Oh, moet je gelijk. Maar nu zijn we elk op een verdieping waar we dan ook niet op kunnen komen. Kijk, wajo. Dit is zo vet. Die reling staat hier ook zo kei mooi. Oké. Okay. Oké, okay, eerst naar hier gaan, vind ik. Ik denk niet dat hier iets is. We zijn zo ver, we zijn hier zo hoog dat de auto's niet eens willen mooi gevormd worden. Nice. Wacht, ik wil kijken, ik wil kijken, ik wil kijken. Voor de auto's. Wow, die auto's zien er mooi uit. Oh, wat joh. Lekker gewoon waar. Geen RPG, ik wil mezelf niet opblazen. Oké, okay, verder, naar hier. Oeh! Oh, dit is zo vet, hè. Toen was ik nog gewoon een mannelijk karakter. Dat was van mijn eerste dagen GTA. Wow, gewoon meteen deze keer klik. Dit is zo vet dat ze dit er niet uit hebben gehaald. Dit is zo vet. Maar waarschijnlijk wouden ze dat er gewoon in houden. Nee, dat is niet dat die te lui zijn ervoor. Nee, die wouden dat gewoon. Ja, waarschijnlijk wouden ze dat wel. Dat kan bijna niet dat ze dat er gewoon hebben ingelaten. Of gewoon te uitgehaald lui. Uitgehaald, hè. Ja. Dat kan niet. Ik denk dat we deze richting op moeten, want ik denk dat de andere kant... Nee, dan gaan we terug naar boven. Oh, gaat het terug naar boven? Ja. Oh nee, hier is nog, hier is nog. Ja. Nee, dat leidt naar de trap. Je ziet dat de map. Ja, maar ik heb mijn map niet aanstaan. Dat leidt naar de trap, joh. Oké, is hier iets? Kan ik hier door? Nee. En dit is de trap. Oh, oké, okay, dit is de trap. Oh, ik kon gewoon ook hier helemaal van boven eruit gaan. Ook leuk. Hé, okay. Wat dacht je ervan dat we de video eindigen door uit het raam, uit het kapotte deel te springen? Ja, maar er is ook normaal ergens een kapotte lift, want toen had ik de video geëindigd door... in de lift te vallen. Was ook wel vet. Maar ik weet totaal niet meer waar of zo. Ik ben volledig gedesoriënteerd. Ik weet ook niet waar dat jij bent. Ik ben gewoon terug op het kapotte deel. Wat is dit allemaal? Ik ga even kijken. Ik ga even op maximum staan. Dan ga ik eruit springen. Oké, ik ben hier. Maar normaal is er ergens een lift. Ik wil de lift vinden. Oké, ik heb u teruggevonden, Rune. Okay. Ik ga nu kijken. Kijk, ik ga hier uitspringen. En dan ga ik kijken of dat ik ook dat gat terug zie. Ik kan er niet eens uitspringen. Lekker. Nice. Oké, okay, dan moeten we naar een andere uitweg. Wacht, kan een van die liften openen misschien? Want ik weet nog dat we toen in een lift zijn gevallen. Dat ja, toen was ik er nog niet. Toen was ik nog een vreemde voor jou. Yeah. Ah, wajo. Oude tijden. Haha. Oké,
Oké, okay, hier moet toch iets. Er moet toch iets zijn. Wacht, kan ik hier naar de andere kant? Nee. Oké. Okay. Ik ga gewoon elk gaatje gewoon bekijken. Kan ik hier in? Nee, oké. Okay. Dit is ook al helemaal kapot, joh. Dit ziet er wellicht gewoon heel vet uit. Oké, hier was ik daar juist. Kan ik misschien deze kant op? Is hier iets? Dat ziet er niet direct uit dat hier iets is. Is hier iets? Wow, oké, dat is wel cool. Ik kan zo, als ik zo tegen de muur van, als ik zo echt tegen dat kapotte deel sta en dan doe ik dat ik van buiten naar binnen kijk, dan zie ik wel terug het raam. Dus langs buiten zie je dit niet. Oh, godverdomme, ik schrik mij de pleuris. Ik kon door die deur gaan, maar joh. Waar is die lift? Ik wil die lift vinden. Pot van de café. Ah, maar misschien, wacht. Uitspringen als het kan. Ja, ik ben eruit gesprongen. Waar? Bij het raam? Ja, bij het grote deel. Dat je echt helemaal in kunt. Je kunt eruit springen. Wow. Maar dit is het trap, hè? Okay. Ik wil de lift vinden. Ik ga nu even een kut doen en dan ga ik naar mijn eigen video kijken om de lift te vinden. Okay, dus we zijn erachter gekomen dat ze het interieur hebben veranderd. Normaal kon je hier ook nog ergens naar boven gaan of zo. Dus de lift bestaat niet meer. Ach, jammer. Dat is wel heel jammer. Nee, ik ben er aan gesprongen. Dus ik ga proberen er ook uit te kunnen komen. Hoe kom ik zelfs terug naar boven? Ik denk niet dat dat gaat lukken. Oh, oké. Okay. Kan ik hier echt niet uitspringen? Echt kom aan, niet zitten? Ja. Stoppen. Kom op. Oh ja, ja. Kom aan. Spring eruit, mevrouw. Oké, okay, het gaat niet lukken. Nee, er is zo'n deel. Er is zo'n deel. Ik denk, als je op het hoogste punt gaat, van waar dat je er dan zo naar buiten kunt kijken, kun je eruit springen. Ja, maar daar, hoe kun je daar komen? Terug. Ga echt naar het hoogste. Ah ja, maar naar de trap natuurlijk. Ja, je moet eerst naar het allerhoogste gaan. En ja, normaal gezien kom je boven op dat gat. Doordat dan zo de vloer ook is ingezakt. En dan is dat eigenlijk gewoon een mooie trap. En daar kun je eruit springen. Wacht, dat is precies wat ik zoek. Maar ik kan het niet vinden. Nee, pak de trap en je moet helemaal naar boven normaal gezien. Oké, de trap en dan... Ik ben helemaal boven. Ja. Het is een kapotte houten deur. Zo hout, maar dan zo een beetje vuil. Ja. Ga daardoor. Okay, wacht, hier ben ik. Moet ik... Die ruimte die ben ik aan het zoeken. Oké. Okay. Dat is zoiets dat zo naar beneden gewoon is. Wacht, ik ga terug even mijn hut aanzetten en zo. Ja, kijk, als je mij op de map ziet, ik sta nu aan de kant van waar dat gat is. Oké, op de map. Oké, daar. Oké, ik moet daar zien te komen. Kom op, Bart, ik moet stoppen. Oké, dus aan deze kant is het gat ergens. Wacht. Oké, ik kan het niet helemaal direct vinden. Wacht, kan ik hier een... Nee. Oké, okay, wacht, maar ik moet denk ik helemaal rondlopen. Je ziet dat ook op je map, hè? Dat is helemaal zwart in de war. Ja, oké. Ik ga daar naartoe proberen te gaan. Oké. Zo, hier. Dan moet ik zo. Dan moet ik zo. Maar hier is dat weer verdwenen. Dit is echt heel raar. Zo. Echt hier. Oké. Ik ga mijn video nog een paar keer bekijken. Ik denk dat Reun moet stoppen. Dus ja. ja. Spijtig. Dag Reun. Yeah. Oh. Bye kus en bye al die andere kijkers. Oké, zo, ik zit terug los. Oké, ik ga nu mijn video nog een paar keer bekijken om te zien waar het precies is. En ja, dan is Rune weg. Dus ja.
Ik zie jullie zo terug als ik het heb gevonden. Oké, mensen, ik ben erachter gekomen wat het is. Ik moest dus hier naar beneden gaan. Dit is blijkbaar een andere trap. En dan moet ik hier naar beneden gaan. En dan kom ik hier. En dit is een ander gedeelte waar dat andere stukken zijn. En hier, dit is het raam waar, denk ik, Ruin is uitgesprongen. En hier kan je op klimmen. Oh, dit is zo vet om nog eens terug te beleven. Dan kan je hier invallen. Zo. Ik moet deze glitch eigenlijk echt vaker doen. Dit is zo vet om in te komen. Dan kan ik hier naar hier gaan. Oeh, hierachter is ook nog iets. Dit ziet er allemaal heel... Ah, oké, hier is het, denk ik. Ja, dit is het. Hier is mijn vorige video geëindigd. Dus hier ga ik deze video eindigen. Oké, ik ben hier gekomen en nu... Oké, ik wil gewoon helemaal naar beneden. Wacht, ik ga even zo staan. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik vond het heel leuk om nog eens hier binnen te zijn en om het mee te maken. Ook om mijn oude video nog eens terug te kijken. Jullie kunnen hem ook altijd terugkijken. Ja, er is normaal ergens in deze video een i'tje gekomen. Jullie zullen wel zien wanneer precies. Dan kan je daarop klikken. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Oh! Oh, kut. Ik ben op de lift gekomen. Oh! Oh! And you died. Why? Maar hey, je nergens schijt, maar alle waaien jurda. Jij hit de club, het zomaar waar dat waren.